Nou, ik denk dat Hilhorst, net als veel lokale PvdA-lijsttrekkers, de moeilijkheid gehad. Doordat er weinig steun is voor het kabinetsbeleid. We hebben in heel het land verloren, niet alleen in Amsterdam. Wat heeft dit voor consequenties nu, ook voor Hilhorst bijvoorbeeld? Nou, hij zal gewoon de kiezers die hem gesteund hebben, hun vertrouwen moeten waarmaken. Er zijn toch heel veel mensen die wel op de Partij van de Arbeid hebben gestemd. Maar kan hij door? Natuurlijk kan hij door. Er zijn heel veel mensen die op hem hebben gestemd. Hij moet laten zien dat hij daar goed mee omgaat, dat hij dat vertrouwen waarmaakt. Heeft u Pieter Hilhorst ook al gesproken? Ik heb hem heel even gesproken. Wat zei hij? Wat zeg je? Wat zei hij? Dat ga ik niet aan u vertellen. Dat was een 1-op-1 telefoontje. Maar hij was duidelijk teleurgesteld natuurlijk. Hij stond niet te juichen, dat lijkt me logisch.